Hallo en welkom hier in het natuur- en dierenpark Bruggen. Bruggen, een klein plaatsje hier in Duitsland met toch wel leuke dieren schijnt te zijn. Nou, we gaan vandaag eens op onderzoek uit. Dus welkom in dit park. Nou, dan gaan we dus naar de ingang van dit dierenpark. Nou, het lijkt een beetje op dezelfde ingang als bij ons in de buurt. Natuurlijk een ander dierenpark en wel park Gangelt. Lijkt een beetje hetzelfde. Nou, ik zal even draaien. Hier zie je een stukje ingang bij mij achter. Best wel mooi gemaakt eigenlijk. Het bestaat, ijzer is uit de poort en de rest bestaat eigenlijk uit houten doorgang. Er staan natuurlijk enkele platen nog eens op. We zullen even een stukje laten zien ervan. Momentje. Kun je ondertussen alvast zien wat je hier allemaal te zien krijgt hier in het park. Als je al ziet, is het park best wel leuk zo te zien. We zullen het eigenlijk in het echt zien. Want hier zie je de plaatjes ook zoals het er vroeger uitzag. We hebben dus vroeger echt werkelijk... Oh, leuk zeg. Als je dat ziet, hoe het allemaal begonnen is hier. Ze hebben zelfs olifanten gehad. Zou je die nog steeds hebben? In een dierenpark zelfs grijpers. Ik kan zelfs grijpen. Leuk zeg. En hier. Heksenbrozen. Krijg je helemaal naar heksenbrozen of zo? Ja, ander knopje. Is op. Nou, ik nam hem wel eerder. Hier natuurlijk. Een soort van paardjesrijbaan. Het is ontzettend rustig nu nog, deze dierentuin. Een variant van ezeltjes trekje staat hier ook. Een variant. En een kip. Oh, een papegaaien. Is dat dat? Ja. Lama's, of ja, de guanaco. En de heideschaap. En de heideschaap. Ja, dat vinden ze lekker, hè? Lekker allemaal eten. Ja. Nou, hier zie je dan zo'n andere soort lama staan. Nou, gaan we kijken of we hem ook wat kunnen geven. Natuurlijk zijn er ook wat steenbokken. Zo. Ja, een van de schaapsoort. Ja, maar kijk, die groeten, zelfs die groeten die komen, ja, die gewoon heeft dat echt niet gegeven. Dat is wel een klein kalf. Ja. We staan er bij die hele mooie. En dan gaan we een stukje voeren. Alsjeblieft, joh. Zo, zoals je al kunnen zien, hier natuurlijk lama's en stieren voeren. En dat zijn van die wattesrund. Oftewel. Langhorens uit Oost-Afrika, die wat hier in dat verblijf zitten. En natuurlijk lama's. Die dieren zijn hier wel best wel grappig voor te voeren. Alleen die kleine korrels en die stiervoeren, nee, dat gaan we echt niet aan beginnen. Toch?
Maar die grote dingen was best wel leuk. Als je kijkt, die wattesrind, die zijn dan in hoogte tot 1,45 meter en die wegen wel 730 kilo. En ja, de oorsprong van deze dieren, meer dan 5000 jaar in Oost-Afrika. En die leven in sociale kuddes, die eten grassen, schors en kruiden. En ze hebben meestal één enkel kalf per keer. Nou, ze hebben dus dit jaar ook een kalf erbij. Even kijken of we die daar zo kunnen zien. Maar aan de overkant hebben we ook andere dieren gevoerd. Waaronder natuurlijk een soort lama-achtige. Nou, het kalf staat hier gewoon in de wei. En je ziet er zijn nog enkel andere schaapsoorten, schaapachtige bij. Met verschillende horens. En een ander soort type lama staat hier ook. En natuurlijk ezels, die zijn hier ook bij. Dit is echt werkelijk zeer, zeer leuk. Echt leuk om hier te zien. Deze dieren, waaronder dit kalf hier, wat recht in beeld is. En achterdoor zie je twee ezels. Die zijn aan het spelen in deze wei eigenlijk. Nou, daar staat dan zo'n longhoorn hier. Dat zijn drie stuks hier. En dan vier is eigenlijk het kalfje. Nou, ondertussen kom je hier weer het ander verblijf. Even kijken of deze ook op ons afkomt. Een soort zwarte bok zit hierin. Kom hè. Kom hè. Nee? Geen zin? Nou, dan niet hè. Doei. In dit verblijf zit een kameroenschaap. En een kameroenschaap, waar komt die vandaan? Natuurlijk ook uit West-Afrika. Nou, dan loopt er een. Komt langzaam deze kant op. En die verzinnen iets lekkers. Kom maar. Kom die maar. Hallo. Kom maar lekker hapje eten. Lekker hapje. Aanpakken. Dat zal ik eens proberen. Ja, doe maar. Met één eraan. Wat moet jij dan proberen? Nu. Kom maar. Ja. Kijk, hop. Schillen ze erop toch lekker, hè? Deze komen echt op je af. Hier komen alle dieren op je af. Zo ongeveer. En die vinden het allemaal heerlijk om wat te krijgen. En toen was de zak leeg. Ja, hier zijn we dan bij de dwergrunderen. Dat zijn kleinere stieren en koeien die wat hier zitten. Deze heb ik nog nooit eerder gezien in zo'n klein wild- en fruitzijdpark. Eigenlijk, zoals het heet op zijn Duits. Maar hier liggen er dus twee. En in het volgende verblijf liggen er waarschijnlijk ook nog twee. Dus waarschijnlijk liggen de dieren hier een beetje apart. Maar dat is wel leuk om te zien. Even kijken, eentje staat er ondertussen al op. Die komt natuurlijk kijken. Kijken of er iets te halen valt hier. Maar als je al ziet, echt leuk. De dieren zijn hier compleet gewend aan de mensen tot ze komen voeren. Nou, deze kun je natuurlijk ook voeren. Kom maar. En die pakt het ook aan. Kijk. Dan kom je hier bij de dingen en dan zie je dat ze gewoon kunt voeren hier. Nou, je hebt natuurlijk kamelen en een dwergezel. Wat heeft hij van schuim op zijn bek? Oh shit. Oh, dat is griezelig. Hop zo, goed zo. Dat is weer iets heel anders. Om die zo te voeren. Wel door.
Ja, mag ze proberen. Een vechtkamper. Ja, hij zit als een ijzel. Die wil natuurlijk ook wat hebben. En die heeft ook wat gekregen. Ja, die vindt het Natuurlijk houden die andere mensen natuurlijk die kamelen bezig. Ik kan tenminste die andere ezels ook wel even wat voer geven. Dan komen ze eraan al ondertussen. Nou, ik raad hem per ongeluk. Dat was niet de bedoeling. Er komt nog een ezel. En die ezels zijn best leuke dieren eigenlijk. En natuurlijk hebben we het hier dan over de dwergezelen. Twee mooie, echt mooie exemplaren hier. Je kunt niet echt kort bijkomen voor de echte voeren, dus maar ja. Dat komt natuurlijk vanwege die kamelen wat hier tussen zitten. Nou, natuurlijk zitten hier ook damherten. En natuurlijk hoor je de ijzels weer blaten. Gaan we even kijken, balkje natuurlijk. Gaan we even kijken hier. Of die damherten ook op ons afkomen. Ik ben benieuwd. Soms komen ze wel, soms komen ze niet. Altijd met een vraag bij deze dieren. En op damherten eigenlijk heel erg schuw zijn. Ja. Kom maar. Goed zo. Kom maar. Kom. Kom. Nou, fazanten zitten hierin. Hier zie je dan waarschijnlijk het houtje. En daar waarschijnlijk het mannetje. En natuurlijk huisduiven. Of zoals het hier een duif zou noemen. En ziet dat ze ook een nest hebben daarin. En wat? Nou, hier dan het rakkerschaap. Nog nooit gezien. Hè. Ja, natuurlijk gaan we kijken of ze ook kunnen voeren. Maar... Nou, het zijn de schaapjes hier. Gaan we even kijken of die allemaal ook even kunnen voeren. Nou, daar zitten ze dan. Even kijken, wat korter bijtrekken. Volgens mij wallabies, als ik het goed heb. Een soort kangaroesoort. Wat aardig leuk kunnen huppelen. Maar die zullen natuurlijk wel niet komen eten. We zullen zien wat we allemaal van ze te zien krijgen. We gaan proberen. Daar gaat er nog heen. Hoppa! Lekker rennen hoor. Leuk toch? Kijken hoe ze erop reageren. Nee, zij reageren er niet op.
Nou, hier binnen is eigenlijk niet goed te filmen eigenlijk, want er is erg veel glas, spiegelglas. Zitten dus de grasparkiet en de Princess of Wales zit hierin. En die beestjes maken ontzettend veel lawaai. Die kunnen ontzettend goed fluiten. Het is gewoon jammer dat die wallabies niet aankomen. Die zijn echt niet, moet ik zeggen, die zijn wel erg schuchter eigenlijk. Hier is hij dan, de Bennett kangaroo, hè? En die staat helemaal alleen hier. Hallo! Waarom ben je zo alleen? Hè? Leuk zeg! Daar zijn ze, de cavia's. Of in Duits, meerzwijntjes. Het gros zit natuurlijk binnen. Maar hier zit er nog eentje buiten, hier in het hoekje. Dat zijn altijd heel lieve dieren. Heel erg tam. Als ze goed opgevoerd zijn, kom maar eens. En misschien cracker, kunnen ze misschien eten. Kom eens. We hebben een stukje cracker gegeven. Daar heeft hij meteen van gegeten. Dan komt die andere komboer even kijken. Of die toch ook wat kan krijgen. Dat is toch hartstikke leuk. Zelfs een complete witte loopt ertussen. En die, ja, die zijn eigenlijk helemaal niet bang voor je. Want hij kwam eigenlijk al heel kort bij. Maar ik kon hem eigenlijk niet voeren door het draadhek heen. Nou, natuurlijk zie je ook deze dieren hier. Die zijn helemaal niet bang voor je. Deze vogels. Even kijken. Kan ik ze goed kopbij pakken? Ja hoor. Die zijn helemaal niet bang. Dan moet je er zelfs mee opletten. Maar er zitten nog allemaal verblijvers zoals ze voorin zaten. Die zijn geruit met de kangaroes. Ja, daar zien we ze weer, hè. De schaapjes, hè. Kom maar. Kom maar. Kom maar pakken. Goed zo. Lekker, hè. Nou, hier zie je hem dan. De struisvogel, hè. Toch? De Nandu. Oh, sorry. Sorry. Dit is een Nandu. Oh, dit is mooi. Nou, je zit dan in de groene leguaan. En natuurlijk ook weer dwergpapegaai zit erbij. En in dezelfde hok. Nou, verder zijn dit verblijf nog. De boerengans. De zwarte gans. Nee, zwarte zwaan. Oh, zwarte zwaan. Oeps. En de brandgans. Hier dus verschillende dieren, nog in zitten en nog andere dat kleintje daar beneden. Zo, we komen langzaam bij het slangenhuis, het slangenverblijf natuurlijk. We gaan even kijken wat voor soort slangen hier binnen allemaal zitten. We zullen eens even kijken. En natuurlijk zitten er ook vogelspinnen binnen. Dus we gaan kijken wat we kunnen zien. Natuurlijk. Nou, daar zie je hem dan zitten, de vogelspin. Even kijken of hier ook nog iets zit. Ik kan die direct ontdekken. En hier is nog een verblijf. Ik kan ook niet direct zien. Maar die slangen die zijn toch wel mooi, hè? Nou, hier ligt een stuk. Heel vuil los. Je ziet, dan is die weer vervuild. En waar zit die? Hij zit daar boven. Dat is een kleine. En dan zit een iets grotere. Die zit hier in het midden. En onder een boa constructor. Het water. Een kleine nog wel.
En ook hier zit nog wat. We gaan even kijken of we deze op kunnen voeren. Hartstikke leuk. Ze komen er al aan. Nou, ook is er een kinderboerderij aanwezig waar je nog naar binnen kunt. En natuurlijk het verblijf van de stekelvarkens. Die liggen daar onder een afdakje. Die liggen nog lekker uit te rusten. Ik ben een ochtendje. Tadaam. Hè? Pas op, hè.
Ze hebben hier zelfs bijenkorven, want ze hebben ook eigen honing. En hier mogen we natuurlijk niet gaan voeren. Dat zijn de stokstaartjes die hier binnen zitten. Deze mag je niet voeren. Ah, ik zie ze ook nergens. Ook hier weer een mooi verblijf. Mag je natuurlijk niet voeren, maar het is van de stokstaartjes. En hier zitten dan alpaca's. Die hebben, gebruiken ze ook al voor ja, een bol. Die scheren denk ik op zoveel tijd. Dat zijn mooie dieren. Alpaca's voeren. Kijk of ze wat willen eten. Ja, die grote dingen neemt hij aan. Ja hoor. Ja. Dit is een verblijf van de steppenvos. Dus kijk, dit is even twee verblijven hier. Met draadhek en met een muur. Maar ik weet niet waar die uit hangt. Helaas. Nou, hier bij de wc zitten muurschilderingen. En zie je dus echt Tarzan daar met tijger en weet ik wel allemaal. Een aap. En er zit de Jane, zit te plassen in de struiken of zo. En hier zie je dus echt zo'n rij. En die andere zit op het toilet daar. Hele wachtrij hier. Daar draait het tevens. De monorail. Er zijn natuurlijk meerdere rondjes hier. Het is een parcours. Nou, je ziet hier genoeg speelgelegenheden voor kinderen. Wat oude en wat nieuwe spul. Inclusief tokkelbaan. Schipschommels. Een ramstelrad voor kinderen, als je het zo ziet. Ook daar staat nog een heel mooi nieuw klimhuis eigenlijk. En even een ezel en varkens. Je ziet er dus genoeg hier voor kinderen aan alle leeftijden. Ze hebben zelfs picknickweides onder het zeil staan, waar je lekker droog kunt eten, drinken. En dan nog klein kraampjes hier nog aanwezig. En dit is de achterkant van de ja, monorail, wat enkel rondjes gaat. Nou, kijk hier. Klimmen. En hier een heel ouderwets klein zweefmolentje. De schommels zijn ondertussen ook in gebruik. En de springkastelen. Dat is ook mogelijk te doen. En achterin de trampolines. Dit is het verblijf van de neusberen. Die zitten in het... net eigenlijk hier bovenin. En die kunnen natuurlijk bijten. Zo, dan zijn we aan het einde gekomen van Tierpark Bruggen. Tierpark Bruggen, leuk met natuurlijk kleine kinderen. Ga je als volwassene, is heel leuk om de dieren te voeren. Vaak kun je best goedkoop naar binnen. Diervoeding is 1,50 per zak. Dat valt een reuze mee, is goed te doen.
Wat zou ik een cijfer geven? Kleine 7, dat wel. Met kinderen 7,5. Zeker leuk om je te amuseren hier. Dus kom zeker een keer langs. Kom zeker een keer naar deze kleine dierentuin. Vaak hele mooie acties hier. Deze acties kun je goedkoop. Kun je dus naar deze dierentuin. Attracties zijn los te betalen. Rond de 50 cent ongeveer heb ik gezien. En voor de rest is het wel leuk hier. Je kunt wel best wel met kinderen de hele dag amuseren. Maar vergeet niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer.